Nou, je ziet het. Ik ben aan een nieuwe tech begonnen. Want ik had gewoon ontzettend zin om helemaal me uit te leven met allemaal nieuwe ideology die binnen is. Met oude technieken, nieuwe technieken, dingen die ik uit wil proberen. En dit is wat het gaat worden. Ik weet het ongeveer, maar nog niet helemaal, want dat is altijd zo. Ik heb eerst een grote tag. Dit is de tag van. En dan pak ik hem even in de inches. Van 12 inch. Bij 6,5 inch. Ik denk dat dat de M-tag is. Hoewel ik hem zelf persoonlijk al aardig L vind. Maar L is nog een randje groter, want dat is niet eens een designvel grootte meer op. En deze heb ik beplakt met craftcore. En dit is nog een los craftcore vel uit een groot blok. Dat gaat eruit, helaas. Ik vind dat heel erg jammer. Maar meneer Holtz heeft andere plannen daarmee. Dus hamster de craftcore, zou ik zeggen. Dat heb ik hier al een beetje gedaan. Ik heb het gat hier met mijn crocodile opengehapt. Dan hoef ik niet zo moeilijk te doen. En ik vijl nu even alle randjes weg. Ik schuur nog niet echt het papier. Deze randen zijn ook niet helemaal gelijk, want hier steekt ook hier en daar wat uit. Dus ik ga lekker met een blok erlangs. Het werkt niet zo lekker als je dat in de lucht doet, maar ik wil een beetje met mijn zo ook er naar de zijkant met mijn schuurblok kunnen. Komt trouwens een nieuwe schuurblok aan. Niet van Ideology, maar van een ander merk. Gaat nog even duren, maar zodra ze hem hebben, knal ik hem de webwinkel in. Want ik vind een schuurblok wel ideaal. En natuurlijk kan je hem ook zelf maken. Kijk, nou is hij mooi glad. Aan alle kanten. Even voelen. Yes. Ga ik even kwasten. Want waar zouden we zijn zonder een paar goede kwasten? Ik weet nog niet hoeveel ik van mijn craftcore wil opschuren. Dit is dus het oude craftcore. Dat heeft nog zo'n structuurtje erin. Het nieuwe is gladder. Heb ik nog niet gebruikt. Dus ik heb nog zoveel te doen. Want er is nog zoveel nieuw materiaal binnen. Waar ik nog helemaal geen tijd voor heb gehad. Dus het is tijd om tijd te maken. Heb ik besloten. En dit moet even netjes. Zo. Ik ga nog niet te veel schuren. Dat ga ik pas doen als ik de volgende laag die ik erop wil maken helemaal gemaakt heb. Zodat ik straks kan zeggen, oh, zoveel wil ik schuren, zoveel wil ik zien, zoveel wil ik inkten. Misschien wil ik ergens nog wat stempelen, misschien wil ik nog paste. Geen idee, maar dit is mijn basis. Oké, ik heb al een paar testjes gemaakt. Want wat wil ik? Ik wil een soort muurtje maken met bloemen ervoor. En dat muurtje dat heb ik gemaakt uit een 3D-stand. Ga ik helemaal laten zien hoe ik dat gedaan heb. Hoe ik mijn muurtje ook zo gekregen heb. Terwijl die nog niet eens af is qua bewerken. En ik wil daar een tekst uit laten komen. Zo ertussen. Dit is echt mijn test hoor. Dus dit is niet wat het precies gaat worden. Die tekst is een stempel. Dat is een oude stempel van Tim. Dit is een stempel, die zit ook in Book of Wisdom. Dat is deze. En die wil ik gebruiken. En ik ga de Paint Resist techniek weer gebruiken, want daar heb ik nog een idee mee. Dat heb ik al getest. Dat zie je hier ook nog niet. Dus dit was mijn basistest. En nu wil ik dat muurtje hier opmaken met deze mooie steentjes. En daarvoor wil ik dus een gedeelte op mijn tag maken met plankjes eronder. Waar dan straks plantjes op komen die voor de muur groeien. Dus het wordt lekker een beetje garden stuff. Kijk, dit zijn etc. trims. Die mooie plankjes. Deze hebben een accolade erin. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe deze heten. Maar dat ga ik allemaal nog wel voor je in een lijstje zetten onderaan dit bericht. Ik ga maar eerst bepalen hoe groot het gedeelte wordt wat ik hier dus met het muurtje ga vullen. Zodat ik straks kan zeggen, oké, dit is muurtje, zo hoog moet die worden. En dan ga ik een stukje chipboard voor nemen. Zodat ik het muurtje helemaal apart kan bouwen
op een stukje chipboard, waardoor ik een mooie afscheiding ga krijgen tussen het muurtje en mijn achtergrond. Dus ik moet eerst op zoek naar maten en dan naar een stukje chipboard. Nou, mijn chipboard is 8 inch breed. Waarom 8 inch? Dit is de 3D-stans die ik ga gebruiken. En die wil ik twee keer naast elkaar kunnen gebruiken. Als ik groter doe, dan heb ik er 3 zelfs nodig. Hij is 1/4 inch breed. Je meet altijd aan de achterkant waar het smalste is. Dus als ik 8 inch neem, dan heb ik ruimte over van dat randje om ook nog in te kunnen pakken. Dus dat is 1. Daarnaast wil ik kunnen schuiven naar boven en onder straks om een steentjes gelijk te leggen. Dus ik moet een beetje ruimte over hebben. Maar als ik hem zo hoog zou maken als dit, dan is hij net zo hoog als mijn tek. Dus dat schiet sowieso niet op. Want ik wil dat plankje eronder en dan wil ik ook hierboven nog een beetje ruimte houden. Dus ik heb een stukje gesneden wat 4,5 hoog is volgens mij. Ja, 4,5 inch hoog. Ik doe dat met mijn Karl snijmachine. Die staat in de webwinkel. En jullie vragen er heel veel naar. En ja, ik wil heel graag een filmpje maken. Maar ik wil nu eerst echt eventjes iets voor mezelf maken. En misschien komt dit pas veel later online dan het filmpje over mijn Karl. Hij snijdt door 2 mm chipboard. Je zag het misschien al. Hij heeft een hele mooie onderrand. Hij heeft een perfecte liniaal. En ik ga dat allemaal nog een keer op film zetten. Maar kijk maar, als ik dit aandruk, dan kan ik gewoon echt diep inkarven. Waardoor ik hem kan buigen en al bijna kan breken. Dit doe ik ook wel eens. Inkarven, insnijden en dan met mijn mes er doorheen. Als ik een wat groter stuk pak dat ik even goed vast kan houden, dan kan ik er in 2 keer doorheen. En nu zit ik zelfs. En met zitten kan ik minder kracht op mijn knop uitoefenen dan dat ik ga staan. Als ik ga staan, kan ik er zeker in 2 keer doorheen. Dus dit is mijn grote vriend al jaren. Want hij is eigenlijk al heel oud. Ik heb hem misschien al wel 10 jaar. En ik heb er 2, want de andere is misschien zelfs wel 15 jaar oud. Daarover later meer. Die vraag ga ik echt een keer beantwoorden. Promise is a promise. Maar hier ga ik nu mee verder. En hier ga ik straks dus steentjes opmaken. Maar voordat ik dat ga doen, die steentjes, ga ik eerst werken met een resist voor mijn tekst. Zoals deze, maar dan nog mooier. Dus ik ga op zoek naar een stukje watercolor paper. Dan ga ik een tekst op stempelen. Dan ga ik sprayen. Dan ga ik een resist techniek op doen die je eerder al gezien hebt. Bij de tag met de libel van niet al te lang geleden. En als dat klaar is, dan kunnen we verder. Oké. Ik heb even alles opgezocht wat ik nodig heb. Ik ga resist stempelen met Picket Finish. Als je geen Picket Finish hebt, neem dan een andere hele lichte tint. Antique Linde doet het ook. Dead of Rose en al die hele lichte, zachte tinten doen het ook. Maar ik ga vandaag gewoon lekker met Picket Finish, want ik heb Picket Finish. Ik heb een brayer klaar, want ik ga mijn stempel bestempelen. Hele verhaal daaromheen kun je in een andere tag terugzien. Dus dat ga ik nu niet vertellen. Maar wat ik wel ga doen, is mijn papier straks markeren. Zodat ik uiteindelijk mijn papier terug kan leggen. Nou, dat zou kunnen met de sticky grid. Ik gebruik nu de sticky grid alleen maar om alles op zijn plek te houden. Ik zou ook een sticky grid zo kunnen plakken dat ik precies de lijntjes van mijn sticky grid zie bovenaan de rand. Dan moet ik er nog één gebruiken, vind ik een beetje zonde. Dus ik ga een stukje tape pakken. En dat ga ik exact tegen de rand van mijn papier aanplakken. En ook aan deze kant. Zodat ik precies mijn papier straks terug kan leggen. Want ik ga 2 keer stempelen namelijk. Dus wil je zeggen, hè, met een resist? Ja, met een resist ga ik 2 keer stempelen. En tussendoor inkten en dan nog een keer stempelen. En let maar op. Deze wil ik in het midden, want dan kan ik straks met het hele muurtje eromheen bouwen. Ik wil een beetje ruimte eromheen, zodat ik ook hier en daar een leuke steen eruit kan halen. Dus deze komt in mijn stampingplatform. En als je dit dus wil doen met stempelen en je wil exact op de plek terug, is een stampingplatform ideaal. Ik heb het kleintje nu genomen, dat is alleen maar voor de camera's niet heel handig.
Ik vind altijd toch dat hij een beetje wiebelig wordt zodra er een dikke rubberstempel in ligt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik ga even buiten beeld rollen. Ook over het rollen heb ik een heel verhaal op mijn blog hier staan. Volgens mij heet de tag Free to Fly. Dus de tag met Dragonfly en het kettingje. Ik durf niet te zeggen dat het de tag van hiervoor is, want ik maak tegenwoordig tags door elkaar heen. En in welke volgorde ze dan online komen, dat is een verrassing. Ook voor mezelf. Even kijken, een babydoekje bij de hand. Even mijn verf uitspreiden over mijn werkblad. En dan kan ik daar mijn roller doorheen halen. Het is vandaag warm, dus ik moet een beetje vlot werken. En ik heb dit geoefend en toen had ik echt een toppie foto. Op mijn brayer met de tekst. En die heb ik op Instagram gezet. En misschien als je dit dan nu eens hoort, zeg je, oh, dat is al even geleden. Ja, de dingen komen niet altijd aan een minuut online. Oké, je ziet hem niet. Hij is er wel. Ik moet even mijn brayer schoonmaken. Ik moet ook even mijn stempel eigenlijk schoonmaken. Nou, die stempel, dat is natuurlijk nu een ding, want ik mag hem er niet afhalen. Nou, daar heb ik wat op bedacht. Mijn stampscrubber kan dit gedeelte eruit. Dat doe ik water op. En dat kun je dus ook andersom gebruiken. Kijk. In ieder geval mijn verf. Ik pak een droge gedeelte om hem een beetje te drogen. Maar hij is niet echt droog nu. Nou kan ik niet met dit gedeelte erop. Want dit gedeelte is hoger aan de rand. Dus dat werkt niet. Ik kan hem wel een beetje deppen. Maar hij mag er niet af. Mijn brayer ga ik even schoonmaken. En zeker met dit weer droogt dat hard op. Hatseflats. En dan gaat hij er straks nog wel even onder de kraan. En even... een beetje afwasmiddel erbij doet wonderen. En de verf op mijn kraf ziet, die laat ik gewoon drogen. En die schraap ik er straks even af met mijn craft scraper. Oké, ik heb een afdruk gemaakt. Die wil ik inkten en die wil ik drogen. Doe ik niet op mijn stamping platform, gaat die van naar de knoppen. Maar daarom heb ik hier die markering gemaakt. En door de sticky grid kan ik het heel makkelijk loshalen. Ik kan nu mijn stempel zo doen. Dan zit mijn stempel op de sticky grid. Daar word je niet heel gelukkig van. Dus ik zoek even mijn folietje. Die is hier. Kijk, en dan leg ik mijn folie eroverheen. Dus gewoon een stukje sheet. Je mag ook gewoon een stuk nemen uit een of andere plastic verpakking. Oké, en dan kan je alles dicht doen. Maar dan hou je ook alle stof weg van je sticky grid. En dan hou je je sticky grid veel langer in leven. Nou, deze moet heel goed droog zijn. Want anders wordt dat een bende. En dan ga ik dadelijk sprayen en inkten. Ik ga gebruik maken van old paper. Gewone distress spraysteen. Water, speckledek en forest moss. En believe it or not, maar dat doe ik in een splatbox. Ben over de streep. Ik heb een splatbox gegrepen. Eigenlijk ook omdat ik dacht, ja, zo duur is dat ding helemaal niet. Je zit te knoeien met een doos. Dan zit je altijd met die rand. Eerst vond ik het makkelijker voor de camera. Maar dit gaat best heel goed. En ik kan er nu lekker bij met mijn handen, omdat hier niks is. Je kan natuurlijk ook een doos schuin afsnijden. Hè? Dat is ook niet het probleem. Alright. Let's start with old paper. Waarom old paper? Die heeft een lekkere groene tint. Klein beetje water. En het mag gaan vloeien voor mij, want dan loopt het zo lekker uit. Ik focus me vooral op het midden, omdat het midden het gedeelte is waar mijn tekst zit.
Je ziet, heel veel heb ik erop gedaan. Want eigenlijk wil ik dat het ook van licht naar donker naar buiten uitloopt. Dan krijg ik dat mooiste effect in mijn muurtje. En je ziet nu direct dat de resist zegt, hey, there I am. Want op de plek van de verf, de distress paint, dat werkt niet met elke verf, maar op de plek van de verf hecht geen inkt. Dus de inkt gaat het papier in. Nou, er zitten vlekjes in. Dat heeft heel veel te maken met welk watercolor paper je gebruikt. Dit is een Ranger watercolor paper. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het Florence watercolor paper hiervoor erg fijn vind. Ik heb het nog niet geprobeerd op heavy stock. Komt tijd, komt eruit. Een beetje erbij. En hij mag van mij ook nog een klein beetje groener, blauwiger worden. Dus ik breng nog wat blauw spekkeldek in het midden aan. Een beetje water. Dan zit er één nadeel aan die splatbox. Die warmte blijft heel erg hier hangen. Zul je enerzijds zeggen, oh, dan droogt het lekker. En toch vind ik niet dat dat heel erg lekker droogt. Ik vind dat hij het lekkerste droogt als je hem een beetje optilt, zodat de warmte er ook doorheen kan. Het lijkt nu alsof mijn tekst weer weg is. Dan gaan we dadelijk inkt op gebruiken. En als dat niet werkt, doen we het opnieuw. Ik ga hem even hier neerleggen. En ik ga even mijn spekkelwerk de-stressing pakken. Nou, er zit veel vocht en inkt op. De randen zijn echt nog niet droog. Hij is goed warm, dus hij droogt ook nog door van de warmte van het papier. Ik ga hem een klein beetje afkoelen. Ik vond die andere mooier. Kijk maar, deze heeft veel mooier gevloeid. Dus misschien heb ik toch te veel water gebruikt. Ja, dit is wel Ranger. Nou, we gaan eens kijken wat het wordt. En anders verzinnen we wat anders. Of doen we het opnieuw. Het is maar papier, hè. Ik kan niet met die ander opnieuw. Dat is maar waar. Nou, vind hem niet de allermooiste. Dus ik ga er voor de zekerheid nog een maken. En daarna ga ik kiezen welke ik het mooiste vind om terug te leggen. Kijk, ik zie al wat ik mis heb gedaan. Wat ik hier eerst heb gedaan is water sprayen en dan old paper. Hier spreid ik eerst old paper en dan water. Krijg je ook meer van die rare vlekjes van de structuur van het papier erin. Dus ik moet echt eens naar ander papier om veel bij te of snel te pakken en veel mee te doen. Dat is één, wat volgens mij misgaat. Ten tweede heb ik nu heel erg gefocust, zoals ik dat bij deze had gedaan, op het midden en niet op de buitenkant en de randen van het papier. Want het hoeft niet allemaal gekleurd te zijn. Ik kan er altijd nog die stressing met een tool overheen zetten. Dus ik geloof dat ik deze beter vind. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt als ik nu speckled egg erbij ga gebruiken. Kijk, want dan veeg je ook een beetje met je blending tool de inkt van de plekken af waar je verf hebt. En dan komt de tekst weer verder omhoog. En het geheel wordt, ja, hoe moet je het zeggen? Het wordt gladder. En die mooie blauwe tint komt erin. Ik zou het ook met salvage patina kunnen doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik
Forest Moss en Speckledek samen echt een hele mooie combi vind. Alright. Nou, daar zijn we het snel over eens. Deze is beter dan die. Vind ik. Misschien jij niet. Ieder zijn ding. En dan verdwijnt er nu ter plekke 1 in de prullenbak. Ga ik terug naar mijn stampingplatform. Want, ik had je gezegd, ik ga nogal doen. Zie je eraf. Precies in de hoek. Ik wil namelijk Fears and Dreams, dat zijn een soort bordjes erin, die wil ik op laten lichten. En ik wil niet alle wit eruit, maar ik wil wel dat er een beetje meer leven in zit. Ik wil dat daar iets meer omheen komt. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga aan deze kant, ga ik even de letters afplakken. Dat daar ook lukt. Zo, een stukje zo. Te groot. Erin. Alrighty. Kijk, nu kan ik alleen die twee bordjes met inkt bewerken. En dat ga ik gewoon met de-stressing doen. Ik ga het niet met verf doen. Ik heb het geprobeerd met verf. Het kan wel, maar verf is dikker. En verf vloeit een soort uit op het moment dat je gaat inkten. Ik ga hier wel mijn salvage patina gebruiken. Maar ik wil eigenlijk ook wel een beetje wat rozigs erin. Dus ik ga ook Kitsch Flamingo. Randjes, richeltjes. Beetje hier, beetje daar. Nou, gewoon maar een beetje beginnen. Zo, zit nu overal wat inkt. Dan doe ik een babydoekje om mijn vinger. Veeg ik een beetje weg. Kijk eens hoe nieuw mijn inktkussen is. Hij zwemt in de inkt. Echt te erg voor woorden eigenlijk. Dat hij zo zeiky nat is. Nou, niet alles moet blauw worden. Mijn roze is denk ik bijna verdwenen. Voordeel van distress inkt. Het droogt pas op mijn papier. So, don't worry. Nou, dit blijft een gok, want ik kan hier ook verschrikkelijk de boel mee verprutsen. Goed opletten als je je tape loshaalt. Als je even je stempel voor de zekerheid vasthoudt. Als je stempel een beetje viezig is, dan gaat je stempel soms eraf als die niet goed plakt. Tatarata. Kijk, en nu vallen mijn woordjes in het geheel wat meer op, omdat ik nu over mijn woordjes heen heb gestempeld. Hij is toch iets verschoven. Vind ik niet het allerergste, het mag wel. Nu kan ik hem eraf halen en schoonmaken. Dit gedeelte is voorlopig klaar, totdat ik mijn muurtje af heb. Dan ga ik pas kijken waar ik nog inkt bij wil. Dus ik kan deze hele bende nu eerst eens lekker even schoonmaken. Ik heb twee stukjes watercolor paper genomen. Die hebben de grootte van mijn mal. Dat is het makkelijkste omdat ik dan straks op de meeste plek ook gewoon echt krijg wat ik hebben wil. Ik moet er straks nog een heel klein randje afhalen, maar dat komt later. En
Ik ga ze tegen elkaar aanleggen, want ik ga ze uiteindelijk ook tegen elkaar aan gebruiken. Dus ik wil daar ook een beetje met de inkt mee spelen. Dus, al dus, ga ik sprayen. Ik ga met Vintage Foto sprayen. Klein beetje Crackling Campfire. En water. En dan ga ik puur omdat het vel een beetje een ondergrond krijgt. En niet omdat het vel helemaal enorm gekleurd moet zijn. Er komt later nog meer inkt overheen. En kijk, als je hier ziet, had ik zelfs een deel waar bijna geen inkt zat. En dat deel waar bijna geen inkt zat, werd uiteindelijk heel erg mooi. Dus, there we go. Handig om een beetje misty te doen. Het was wel veel rood. En door het watersprayen zie je ook dat mijn inkt nu naar buiten loopt. Je ziet ook dat mijn inkt naar binnen loopt. En dit gedeelte mag nog wat meer. En verder moet je er niet te druk om maken. Omdat ik niet hier een hele mega rand wil kantelijke meten. De buitenrand maakt me niet druk om. Het wordt waarschijnlijk het randje wat ik toch omsla. Maar het gaat om een basis. Een basis in mijn hele kleur gebeuren. En dat rood oranje van het van de Crackling Campfire, die doet een heleboel qua kleur in je werk. Maar dat moet je mooi vinden hoor, dat kan ook met een hele andere tint. Nou, goed droog maken. Want dan ga ik er nog iets mee doen. Die mag even aan de kant. Als dit straks mijn muurtje wordt, wat er om mijn papier heen zit, dan komt er hier in het midden, dus in dit eerste gedeelte, dus eigenlijk maar in de centimeter of 3-4 van mijn ondergrondpapier, komt mijn tekst. En ik wil zo graag de graffiti on the wall. Hier zat hij mooi in het rood. Nou, ik kan het hele feest draaien. Dan krijg ik hier weer rood. Ik vind hem eigenlijk hier rechts wel super mooi. Dus ik ga het zo doen dat dit de bovenkant is en dit de onderkant. Dat moet ik even noteren. Dus dit is links met dit naar boven. En dit is rechts met dit naar boven. Dan hebben we dat ook uit de wereld geholpen. En dan ga ik een stempelafdruk maken. Ga ik doen met archival. Waarom met archival? Omdat ik dan dadelijk met vocht niet nog een keer mijn stempelafdruk kan beïnvloeden. Archival is oliebasis. Als dat eenmaal droog is, dan gaat daar niks meer mee gebeuren. Dus als ik mijn afdruk maak met archival en ik spray straks weer water, dan kan ik niet meer mijn ondergrond veranderen. En dat is precies wat ik wil. Nou, die centimeter of 3-4. Daar wil ik naast zitten. Dus ik ga hier mijn afdruk maken. En als die ergens niet helemaal het heeft gedaan, is het straks ook niet heel erg. Want hij gaat door de mal heen. Dus je gaat er allerlei stukken niet meer van terugzien. Die moet even droog. En dan kunnen we naar de Magic Trick.
Ik heb jullie even meegenomen naar de andere kant van mijn studio. Want daar staat mijn standsapparaat en die hebben we nodig. En ik wil je laten zien wat er dadelijk gebeurt. Maar ik wil je ook laten zien hoe je de mal weer mooi en netjes krijgt. Want wat ga ik nu doen? Ik ga in het diepere gedeelte. Kijk, dit is het deel wat naar beneden is. Dat noemen ze debossed. En dit gedeelte is omhoog. Dat heet embossed. Nou, het debossed gedeelte, het diepere gedeelte. Daar ga ik op sprayen met walnutsteen en met speckled egg. Speckled egg oxide. Die moet ik even schudden. En doe ik even in de doek. Zodat de spetters eventueel niet overal rondvliegen. En ja, ik ga dus de mal sprayen. De eerste keer dat ik dat deed, dacht ik, oh god. Hij is plastic. Ik kan gewoon door de kraan houden. Dus, what if? Nou ja, en dan zou er wat in zitten. Ja, dat droogt misschien uiteindelijk wel. Ja, weet je. Ik heb ook een de-stress sprayer staan met water. Nou, eerst de walnutsteen. Niet helemaal dik. Het gaat mooi op kloddertjes erin. Op druppeltjes. En dan een beetje speckled egg. Zie je dat ik dat echt meer mist? Dat ik daar niet enorme lagen mee leg. En dan een beetje water om de oxide te activeren. Zullen we beginnen met die lege. Die leggen we erin. Gaat die dicht? Het liefst zo recht mogelijk. En daarom heb ik ze op maat geknipt. Want dan kan ik aan de zijkant zien dat hij recht is. En dan leg ik hem in mijn standsapparaat. Zit alleen een basisplaat in. En Tim zegt altijd 3 keer draaien. Ik leg er 1 plaat op. Nou, ik ga geen 3 keer draaien. Ik ga 2 keer draaien. Dus 1 keer heen. En dan komt hij 1 keer terug. Nu raak ik iets verder erin. En wauwza. Hoe gaaf. Hoe onwijs gaaf. Er liggen nog spetters op. Die ga ik straks drogen. En het stuk wat gewoon dus geen inkt had. Hier aan de zijkant. Links bij mijn duim. Wat bijna geen inkt had. Ja, dat maakt nu al helemaal niet meer uit. En daar heb ik er verder nog niks op gedaan. Dus die leg ik aan de kant zonder dat ik dingen uitveeg. Dit dep ik even een heel klein beetje schoon. Gaan we op herhaling. Dus eerst weer walnutsteen. Die knoeit. Een beetje knoeiend spreetje. Klein beetje tek-tek. Hier zit een veel grote tikkie water. Hier zitten vrij veel grote aan deze kant spetters. Ja, dat is dan wat het is. Ik leg hem recht. Niet te moeilijk over doen, niet te lang over nadenken. Klein beetje bijsturen mag. En waarom wil ik nou zo graag recht? Dan kan ik ze straks makkelijker tegen elkaar aanleggen. 2 keer door het apparaat. Wel zorgen dat het papier niet meer schuift. Want dan heb je natuurlijk kans op vlekken. Ik wil recht omdat het makkelijker is met tegen elkaar aanleggen. Hoepatee. En mijn graffiti on the wall is er ook. Mijn spetters zitten er enorm in. Ga ik niets aan doen. Pak hem er ook weer uit. Ik leg hem aan de kant en verder doe ik er even helemaal niets mee. Ik ga je alleen laten zien hoe ik dit feest oplos. Want deze zit nu helemaal onder. En dan zou je zeggen, ja, gaat samen. Ik neem 2 stukjes keukenpapier. En als ik die dubbel vouw, net iets te groot. Dus een klein randje extra. Dan is daar ruimte genoeg. Dan neem ik mijn mal en mijn sprayer. En ik spray alles lekker zijtje nat. Dan zie je direct hoeveel inkt erop zat. Doe ik ook met de bovenkant. En dan leg ik daar mijn keukenpapier in. Dicht. En
opname. Je ziet de inkt er al onderuit komen. Ah, dit is al mooi. Nou, dit is minder fraai. Maar kijk eens, mijn mal is nagenoeg schoon. Zeker die kleine delen hierin zitten echt super mooi gedetailleerde stukken in deze stand. Als je nog geen stansmachine hebt, dan is dit bijna een reden om erin te kopen. Nou, het mal is klaar om her te gebruiken. Dit gaat in de prullenbak en ik kan verder. Muurtje zit vast. En ik heb er een stukje stibboard tussen gedaan. Omdat ik wil dat er een beetje relief in zit. Zodat er hier een beetje meer diepte ontstaat. Dat heb ik met tape gedaan. En dat werkt niet optimaal. Want ik heb achter de tape ook weer tape gedaan. Achter het stibboard. Maar het blijft niet lekker zitten. Dus ik ga daar dadelijk wat lijm tussen stoppen. En dan even aandrukken dat ik dat verende kwijt ben. Maar verder moet ik hem nog helemaal inpakken. Ik moet nog inkten. Ik ga nog lekker met crayons eroverheen. Want ik ga deze randen omslaan en vastplakken aan deze kant. En dat kan hier nog maar net. Het is een beetje een puzzeltje hoe dit past. Ik had dus iets naar rechts gekund. Maakt niet uit. Ik knutsel er wel omheen. En dan ga ik de muur verder nog bewerken met crayon. En dan heb ik de basis voor op mijn dek in elkaar zitten. Bloemetjes zijn gekleurd met oxide. En waarom heb ik nou bloemetjes gekleurd? Nou, op mijn plankje komen bloempotjes. Let maar op, ik ga ze hier even laten zien. Want inmiddels zijn we heel erg ver. Het zit nog niet vast hoor, het zit allemaal nog los. Althans, dit zit vast, dit zit los. Dit zijn de Ideology. Even kijken of ik de verpakking nog heb. Nee, die zie ik zo snel niet liggen. De Ideology Timbals. Vingerhoedjes. En daar kan je perfecte bloempotjes van maken. En ik heb ze geverfd met Distress Paint Salvage Patina. Goed laten drogen. Als je ze droogt alleen maar met de heat tool en daarna gaat schuren, dan merk je dat het lastig schuren is. Maar als je ze gewoon een nachtje laat staan, dan is de verf echt door en door droog. En dan schuur je heel mooi alles eraf. En dan krijg je ontzettend mooie details. Want in de diepere delen blijft de verf zitten. En in de hogere delen schuur je het ervan af. Maar kijk, in al die hele kleine groefjes blijft het wel zitten. Ook bovenop de rand zo. Nou, ik ga hier straks
ik denk, texture paste in doen. Van een beetje ouder potje. En dan ga ik daar bloemetjes in planten. Daar zijn dus die bloemetjes voor. En warm texture paste, nou, dan kan ik ze er mooi indrukken. Want dan heb ik iets zachts om ze erin te vormen. Dus onderin een kloddertje texture paste. En dan het bloemetje erin. Maar dat komt nog, dus dat ga je zien. Plankjes zitten in elkaar. Dat zijn 4 trims van Ideology die ik in elkaar gezet heb. 2 lange tegen elkaar aan. De onderste ligt eronder, waardoor die wat hoger komt. Kijk, geef nog lekker af. Waardoor die hoger komt dan deze rand. Want dit is met chipboard opgedikt. Dus dan krijg ik natuurlijk dat ik straks zeg van ja, maar dan komt mijn randje niet ver genoeg naar voren. Dus ik heb er eerst 1 neergelegd, 1 opgezet, 1 neergelegd, 1 opgezet. En je ziet het, je hoeft dat dus niet allemaal precies hetzelfde te doen als de lengtes. Ik heb juist gespeeld met de lengtes. Daar komen mijn potjes straks op. En voordat ik dat kan doen, moet dit vastzitten. Maar ga ik ook nog takjes van een Sizzix-stand draaien. Deze. Ik denk dat ik dit soort klimop takjes ga gebruiken. En deze. Ga ik uit de craftcore halen, zodat ik ze mooi kan schuren. Heb ik eerder gedaan bij From the Garden. Het kastje met alle tuinelementjes erin. Die vind je op het blok. Kun je zien hoe ik dat gedaan heb, want daar staan ook foto's bij. Nou, daar ga ik gewoon een heleboel van stansen. Om hier dus ook plantjes te laten groeien, maar ook hier en daar plantjes eruit te laten groeien. Die zit nog niet vast, om reden dat die plantjes er tussendoor moeten. Maar daardoor kan ik jullie nog heel goed laten zien welke lagen ik heb gebouwd. Want ik heb dus van 1 vel metallic craftcore heb ik een hoek gesneden zoals de vorm van mijn tag. Dus dit is meegesneden. Het zal iets lager gaan, dan kunnen jullie het goed zien. En ik heb al die randjes uitgestanst met de stans met sterretjes. Ik zal even kijken of ik kan vinden hoe die heet. Dan staat dat onder dit bericht en dan kun je die ook vinden. Daar heb ik een rand omheen geplakt en hier zit hij dus onder mijn papier. Papier komt uit de Ideology Backdrop serie. Daar is opgestempeld met de Fragments stamp. En ik heb geëmbossed met embossing glaze. En dat was walnutsteen. Daar zit ook weer wat chipboard onder, zodat hij net weer dat laagje omhoog komt. Dus het zijn, de onderste laag is eigenlijk nep. En de laag daarboven is wel echt. En dan komt deze erop en mijn plankje. En ja, misschien nog een tekst of misschien nog iets anders. In ieder geval plantjes. Dus ik ga nog even puzzelen, maar schiet al aardig op. Ik heb blaadjes gemaakt van craftcore en dat kun je perfect opschuren. Maar als je je takjes los hebt, zoals dit, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet lekker. Want als je dit gaat schuren, breekt het omdat het zo fragiel is. Dus wat doe je dan? Dan leg je het in het gedeelte waar je het uitgestanst hebt. En je kan elke keer er een nieuwe inleggen. Plat schuurblok of een stukje schuurpapier op een blokje geplakt zelf. En dan ga je in kleine cirkelbewegingen, zonder dat hij eruit komt, ga je
zachtjes schuren. En dan kun je hele mooie schuureffecten op de blaadjes krijgen. Nou, deze onderkant van die tak, die wil niet. Dat is niet erg. Ik ga er straks toch in knippen. En op die manier heb ik nu mooi geschuurde blaadjes. Deze hebben aan het midden een wat hoger gedeelte. Daarom pakt hij dat heel erg. Maar als ik bij deze kijk, die hebben dat niet. Dan zie je heel mooi dat de randjes opgeschuurd zijn. Hier moet ik nog wat deeltjes uitdrukken. En dan kan ik mijn tag op gaan bouwen met struikjes erin. Ik heb nu een aantal blaadjes vastgedaan en ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Want hier heb ik nog een aantal waar ik niks mee heb gedaan, maar hier best wel een heleboel mee gedaan. Want het eerste wat ik doe, is de takjes die ik vast wil zetten, inkten. En dat doe ik ook in het schabloon, want je breekt ze ook gewoon af op het moment dat je ze inkt zonder dat er iets omheen zit. Dus ik ga lekker even makkelijk doen. En ik doe dat ook een beetje deppend. Dan komt er lekker veel distress inkt op. Dat is één. En hier hebben we een kleintje. Even kijken welke dat was. Dat was dit stukje. Dus ik bewaar echt het gedeelte waar ik mijn blaadjes uit heb gestanst. Puur voor het schuren en voor het inkten. En dan krijg je mooi diepte. Dan zijn ze al niet meer dat hele kale. Maar ze gaan pas leven als je ze een klein beetje meer volume meegeeft. En dat doe je met je embosspennetjes. Nou, deze wil ik allemaal opbollen. Maar ik kan ze twee kanten opbollen. Naar boven toe en naar beneden toe. Die kleine die hier ligt, die ga ik naar beneden toe doen. Of eigenlijk dan naar boven straks, hè, als die omgedraaid is. En dan kan die naar andersom. Deze kant vanuit deze kant. En dat kan heel goed ook met een iets groter bolletje. En die kan ook vanaf die kant. En dan doen we deze zo. En die dus hol worden. Die zijn straks het handigst om lijm achter te doen en tegen de ondergrond aan te drukken. Nou, hier hebben we er nog een stel. En ik pak gewoon lukraak wat. Beetje om en om. En het hoeft niet heel nauwkeurig. En het hoeft niet heel precies. En je kunt ze ook een beetje met je vingers buigen. Dat heb ik bij de andere takjes al een beetje gedaan. Zodat het een beetje hydrangea-achtig wordt. Of eigenlijk meer klimop. Kijk, en deze heb ik nog niet gehad. Dus die doe ik nu naar boven. En dan zie ik al dat ik eigenlijk dadelijk niks heb om er hier nog één vast te zetten. Nou, het kan ook hier onderin, dus ik kan hem ook indrukken, waardoor hij zijn vormpje krijgt. Nou, dan kan die dadelijk hier tussen. Zo. En dan kijk ik nu en dan denk ik, oké, als deze lijm krijgt, blijft hij wel zitten. En als het takje hier lijm krijgt, dus deze en die krijgen lijm en hier het takje. Deze een beetje. Het hoeft echt maar heel weinig te zijn. Het is echt maar snippertje lijm, want het blijft zitten en het weegt niks. En het heeft geen gewicht en het heeft geen sterkte nodig. Pincet is lekker ideaal hierbij. Hup, beetje daarheen. Hap.
moet die andere er nog overheen. Nou, die heeft deze vooral. Maar een klein beetje hier kan ook geen kwaad. En als je iets te veel hebt, dan pak je een kwastje en haal je er weer wat af. Zo. Even kijken, die heeft niks. En dan wil ik hetzelfde hoeveelheid lijm die hier zit. Een beetje gebruiken eigenlijk. Kijk. Dat is echt een beetje passen, meten en op zijn plek duwen. Dat je denkt van ja, als ik het zo doe, dan vind ik het mooi. En dan gaat het op zijn plek zitten en naar mijn wens. En er kan natuurlijk nog wat overheen als je dat wil. Maar ik vind hem geloof ik zo wel leuk. Ga ik hier weer opbouwen, daar opbouwen. En de grote hoeveelheid, deze hoeveelheid die hier vandaan gaat komen. Die ga ik aan de onderkant in een van de potjes stoppen. Deze heeft een beetje een kiertje. Dus dat potje moet straks hier komen. En het is net alsof de plantjes er dan uitgroeien.